Hallo jongens, meisjes van Tall Gunners Gamer, welkom weer bij deze nieuwe video. Vandaag zijn we weer bij mijn survival map, zoals je hier ziet. En we zijn hier gespand bij onze bed natuurlijk. En hey, ik heb hier één probleem, hè. Ik heb echt serieus helemaal geen eten, maar ik zie ook geen dieren. Dus ik moet eerlijk zijn, wij zijn een beetje fucked. Want ja, dat is best wel kut als we op een gegeven moment geen eten meer hebben. Nou, we hebben een raw pork shop, maar we hebben ook eigenlijk helemaal geen, hoe noem je dat zo'n ding? Op een oven. Dus eigenlijk wat we moeten doen is even gaan minen. Dat is zeker wat we moeten doen. Als eerst wil ik even wat eten zoeken voordat we doodgaan in de mine zelf. Dus dan gaan we maar eventjes lopen. Oké, ik ben bang dat ik mijn huisje kwijtraak, maar dat ligt daar. Dus gaan we gewoon rechtdoor hier naartoe. En dan kunnen we daar weer straks natuurlijk terug gaan. Dus jongens, hoe gaat het met jullie? Doe alvast een duimpje omhoog op deze video. En ik zie hier heel veel bomen. Ik ga even kijken. Oké, sorry. Ik weet niet, dat klonk opeens zo geil of zo. Ik weet het niet. Het kan gewoon gebeuren, oké? Maar oké, laat me gewoon rusten. Ja. Maar ja, wat kunnen we doen? Wat kunnen we doen in deze aflevering? Ik wil sowieso als eerst heel veel eten verzamelen. En als ik op een gegeven moment veel eten heb, gaan we gewoon in de mijn in. En dan denk ik wel dat het genoeg is voor deze aflevering. Jawel. Oké, dus we gaan even kijken. Zo, ta-ta-ta-ta. Mooi, dankjewel. Oké, zijn er nog meer beesten? Heb jij ergens je matties gezien? Kip? Oh, daar. Hey, andere mattie. Ik kom eraan, kip. Wacht op mij. Wacht op mij. Nergens naartoe gaan. Oh mijn god, ik ga bijna dood door falling damage. I'm serious. Dude, dat is niet goed. Ik moet echt gewoon voorzichtig zijn. Een half hartje. Fuck. Ik ga gewoon raw shit eten, man. Weet je hoe bang ik ben dat ik op dit moment dood ga? Oh my fucking god. Kutzooi. Wat moet ik doen? Ik moet voorzichtig als de mother bitch zijn. Madderjakker. Zo, dat weg. Dat ook weg. En waarom doe ik dat überhaupt met een zwaard? Ik weet het niet. Dood. Had ik maar zo'n zwaard met fire respect. Dan werd het in één keer gekookt. Kom op, healen. Kom op. Ga je nu healen? Dan moet je helemaal vol zijn, hè? Oh, fuck my life. Please. Why you do this? Oh, daar is nog een kipje. Why you do this to me? Why you do this? Why you do this? Hé, hey, schaap. Kunnen we altijd wel gebruiken voor een tweede bed of zoiets. Maar why you do this? Wanneer krijgen we ook gewoon eten van schapen? Dat zou je toch ook moeten krijgen binnenkort, had ik gehoord. Oh, kom op. Why you do this? Ik ga gewoon dit eten. Dan kan die even healen. Kom op. Healen, bitch. Healen. Maar kijk, nu gaan we weer helemaal naar een andere plek. En dan kan ik mijn huisje niet meer terugvinden. Wel, dat is hier ergens volgens mij. Mijn huisje. Ben ik serieus mijn huisje kwijt nu? Van welk kant kwam... Oh ja, hier. Oké, hier zijn de bomen. Ik moet hier rechtdoor gaan als het goed is. Volg de bomen, jongens. Vertrouw altijd de bomen in hun natuurlijke habitat. Oké? Dit is echt kut. Oh, oké, daar is ons huisje. Oké, mooi. Maar we hebben nog steeds weinig eten om in de oven te doen. Want we willen natuurlijk op een gegeven moment ook een oven hebben. Oké, kom op, man. Er moet toch ergens varkens zijn of what the fuck dan ook. Iets eetbaars. Kom op, dit is toch natuur dat de dieren worden gespannen. Dat is toch natuur. Daar hoef je toch niet moeite voor te doen. Ik bedoel, je hebt toch geen fabriek voor dieren creator of zo. Oh, hey, schaap. Maar daar hebben we ook niet zoveel aan meer, oké? Okay? We hebben gewoon eten nodig. Begrijp dat gewoon, Pienis Minecraft. Begrijp dat, oké? Okay? Even kijken. Wacht, ik zag toch echt wel een schaap hier? Spannen. Of heb ik het weer mis? Oh, daar. Kijk, daar zijn alle schapen. Waarom opeens zoveel schapen wanneer ik het niet nodig heb? Hey, ga eens dood. Hey, what the fuck, mother bitch? What the fuck gebeurt er? Minecraft? Best wel je moeder. Wacht eens, waarom kan ik hem niet attacken dan? Oh, oké, nu wel. Oké, mooi. Nou, next to the volgende schap. Godverdepienis. Kom op. Hey, schaap. Doe eens even aardig. Ga eens even dood. Ben jij ondoodbaar of zo? Pienis. Dan niet. Gaan we even verder. Ja, ik heb liever iets eetbaars eigenlijk. Ik heb wel genoeg wol. Heb ik eigenlijk totaal niet nodig, maar oké. Weet je, alles kan. Thee kan, koffie kan, hak kan. Weet je, we gaan als eerst even wat hakken. Even wat minen. Maar dan moeten we even een schep maken. Ik bedoel een pickaxe. Wat een schep, what the fuck. Even naar binnen toe. Naar binnen toe. Zo, en dan gaan we even kijken. Heb ik eigenlijk... Nee, we hebben vrij weinig stokjes. Ik maak even nog wat stokjes en dan doen we zo. Tata. Nee, tata. En dan gaan we zo. Toe. En dan hebben we even één pickaxe. Zo, tata. Oh, rustig aan. Oh, ja, we maken ook even gelijk een chest, dat is ook handig om te hebben. Zo, da. Chest gefixt, dat. Zo, nu we dat ook hebben, kunnen we dat hier plaatsen. En dan kunnen wij... eigenlijk vrij weinig even dit erin douwen. En verder vrij weinig inderdaad. Zo,
Zo, hebben we ook gelijk heel veel bomen, shizzle en al die andere jemadderjakkers. Even kijken, we moeten nu gaan hakken. Maar daar was er dus een of andere hele grote cave die ik zag. Kijk hier. Dit is best wel een grote cave. Ik weet niet wat er is. Maar ik denk dat daar heel veel resources... Oh mijn god, een endermother bitch. Het is een endermother bitch. Niet kijken in zijn ogen, dat is niet goed. Dat is niet goed. Dan komt hij achter je aan en dan gaat hij verkrachten. Dat is niet aardig van hem. Nee, dat is echt niet aardig van hem. Dat weet ik wel zeker. Want ze zijn niet aardig. Oké. Okay. Daar zag ik ook, by the way, over iron en al. Kijk. Zie je die iron daar? Psst. Zie je die iron? Maar die kunnen we niet hakken, want we hebben geen stone pickaxe. Weet je? Ja, weet je? Oké, okay, we gaan naar boven toe, jongens. Oh, ho, ho. Even kijken. We gaan naar onze crafting table en dan gaan we proberen eerst even een oven te maken. Oh, mijn god. Oh, wacht. Is dat een... Wat is dat? Een weerenschaap? Of een koe? Dat is een koe. Dat is een koe, man. Oh, eindelijk. Of is dat toch een schaap? Mother bitch! Son of a gun! Oh my days. Ik word echt hier gek van, man. Oké, kom, we gaan toch naar boven toe. YOLO, misschien komen we een koe of een varken of wat de fuck dan ook tegen. Die we even kunnen vreten. Oh! Yeah! Oh! Maar kijk, dit gaan we goed gebruiken, oké? Okay? Dit gaan we gewoon in onze oven doen. Oh mijn god. Oh, yeah! Gewoon in onze oven doen. What the fuck? Zoveel inktvissen. Oké, okay, we gaan weer terug. We kunnen niet eens rennen, man. What the mother bitch. Wacht eens. Waar is die andere porkshop dan? Ik zag die andere porkshop namelijk niet, als ik het goed heb. En die hebben we wel... What the fuck? Hey, chicken. Maar wat? Hey, schaap. Hey, what the fuck is dit? Oh, nog een chicken. Wacht op mij. Parkour mother bitch. Oké. Okay. Wow, surprise motherfucker. Oh. Surprise motherfucker. Zo. Oké, okay, nu gaan we weer even naar ons huisje toe en dit allemaal even koken. Maar als eerst moeten we natuurlijk even een oventje fixen voor onszelf. Is namelijk best wel handig als je wil koken. Ik bedoel, het gaat niet zomaar met onze handen zo'n vuurtje maken. Dat werkt hier niet. Oké, okay, even kijken. Crafting table. Nee, wacht zo. Bam. Furnace. Zo. En dan plaatsen we dat hier, zo. En dan douwen we alles erin. Oh, wacht, we hebben hout nodig. Chest, geef me hout. Mooi. Zo, hey, hout erin. En dan ook nog, wat moest er ook weer in eten? Ja, dat is best nog iets dat eten moet, ja, toch dan. Oké, en dan wachten we gewoon even. Zo. Ja, goed, mooi. Ben je tevreden? Ik ook, mooi. Jongens, bedankt voor het kijken deze video. Doe een duimpje omhoog. Abonneer voor meer video's. Dan zien we weer. Brain damage.